Welk effect heeft de kritiek van Trump op de Britse politiek en het Koningshuis op zijn staatsbezoek aan Groot-Brittannië? Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. Een hoge delegatie van de Amerikaanse politiek is vandaag in Europa aangekomen. President Donald Trump is voor een 3-daags staatsbezoek in Groot-Brittannië, terwijl de minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo in Nederland is voor een belangrijke ondernemerstop. Straks een gesprek over het effect van deze bezoeken op de relatie tussen Amerika en Europa met Henk-Jan van Schothorst van de Transatlantic Christian Council. Maar eerst naar het onderwijs. Onderwijsvakbonden waarschuwen namelijk voor de groeiende populariteit van commerciële scriptiebegeleiders bij Nederlandse studenten. Deze bureaus helpen de studenten bij het opstellen van de onderzoeksvraag of controleren het product op spel- en taalfouten. Aan de telefoon Annelies Kraaiveld, manager van de PABO van de Driestaar Hogeschool in Gouda. Goedenavond. Goedenavond. Hoe kijkt u naar deze ontwikkeling? Ja, we zien deze ontwikkeling dat die ook plaatsvindt. En we vinden het ook wel zorgelijk. Omdat het scriptiebegeleiding en het schrijven van een scriptie is specifiek hoort het bij de hogeschool. En het is ook een deel van je onderwijs wat je verzorgt. Ja. En als het gaat over scriptiebegeleiding, dat hebben we graag in onze eigen hand. Omdat ook belangrijk is dat het werk wat ingeleverd wordt ook echt het werk van de student is. En niet van een scriptiebegeleider van een ander bureau. Ja, maar je zou dan de vraag kunnen stellen, krijgen studenten in het algemeen voldoende begeleiding bij hun scriptie? Nou, dat is zeker een belangrijk punt. En dat is ook een punt van grote aandacht binnen hogescholen en zeker ook binnen onze PABO. We hebben in de achterliggende jaren ook gezien dat het schrijven van een scriptie een hele klus is voor studenten. Het vraagt echt veel inspanning van ze en ook doorbijten op lastige momenten. Ja. En wij hebben ook gezien dat het niet handig is om studenten in één keer te vragen om een hele scriptie te schrijven en daartussendoor zelf hun afspraken met begeleiders te plannen, omdat het je dan ook in de valkuil loopt om zaken voor je uit te schuiven. Ja. Dus we zijn ook naar een ander systeem gegaan, dat er ook om de 3 weken een vaste afspraak is met begeleiders. Dat doen ze ook in een groepje. De vraag van jou kan ook de vraag van een collega zijn, hè, van hoe beschrijf je de methode bijvoorbeeld, of welke methode ga je kiezen en waarom past die bij de vraag. En met dat we het meer aan het structureren zijn gegaan, zien we ook dat studenten makkelijker bij de les blijven, beter het tempo volhouden van het afstudeerwerk. En dat studenten geven terug aan ons dat ze het fijn vinden dat we op deze manier de begeleiding dus hebben georganiseerd. Ja, begrijp ik. Maar zou je ook de vraag kunnen stellen of het schrijven van zo'n scriptie dan niet te veel tijd kost, gezien de studie duur? Nou, het schrijven van een scriptie en elk studieonderdeel zeg maar wordt afgezet tegen het aantal studiepunten wat ze ervoor krijgen. Okay. En de klus die wij en elke hogeschool vraagt van studenten van eindscriptie is ook afgemeten aan de tijd die ervoor staat. Ja, nou vrezen de vakbonden een tweedeling in het onderwijs. Studenten die wel kunnen betalen om zo'n bureau in te huren, die krijgen extra hulp. En anderen dus niet. Wat kunt u doen om dit tegen te gaan? Vind ik een lastig punt, omdat we die tweedeling in de maatschappij zien. En nu lijkt de tweedeling op het bord van het onderwijs te komen. Maar als je de radio regelmatig beluistert, dan hoor je ook over examentrainingen voor voortgezet onderwijs. Dat is ook een taak voor voortgezet onderwijs, om leerlingen toe te rusten voor hun examens. Ja. Dus de tweedeling zie je in de hele maatschappij. En belangrijk is het voor ons als scholen om na te denken, hebben we de begeleiding goed ingericht? Hebben we voldoende uren voor begeleiding? En kunnen studenten redelijk met deze begeleiding hun scriptie goed afronden? Ja. Dat is onze verantwoordelijkheid. Ja. En daar moet alle aandacht naar gaan van, hebben wij dit goed? En we gaan ook regelmatig met studenten in gesprek van, is het op deze manier zoals het jullie helpt om dit onderdeel goed af te kunnen ronden? En daar ligt voor ons het aandachtspunt. Uitstekend. Dank voor uw toelichting, Annelies Kraaiveld van Driestaar Hogeschool in Gouda. Graag gedaan. Goedenavond. Dag. De Amerikaanse president Trump en zijn minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo brengen een bezoek aan Europa. Trump is vandaag aangekomen in Groot-Brittannië, terwijl Pompeo de Global Entrepreneurs Summit in Den Haag bezoekt. In de studio Henk-Jan van Schothorst, directeur van de Transatlantic Christian Council, een lobbyorganisatie die pleit voor christelijke waarden en normen aan beide kanten van de Atlantische Oceaan. Goedenavond, meneer van Schothorst. Goedenavond. Hoe belangrijk is dit bezoek? De president en zijn minister van Buitenlandse Zaken. Ik denk van groot belang.
Het is altijd goed als vrienden niet alleen op afstand met elkaar bellen af en toe, maar ook bij elkaar op bezoek komen. En zeker als de banden versterkt kunnen worden met vrienden, dan moet dat met de daad ook gebeuren. U noemt nadrukkelijk vrienden. Nederland is een vriend van Amerika. Groot-Brittannië een vriend van Amerika. Het zijn elkaars grootste en belangrijkste bondgenoten op divers gebied. En met name op veiligheidsgebied. Er is geen andere natuurlijke bondgenoot die die plek van zowel Europa voor Amerika als Amerika voor Europa kan vervangen. Ja. Nou zit er wel eens wat wrijving tussen die vriendschap of in die vriendschap. Dat ze het niet over alle onderwerpen met elkaar eens zijn. Hoe is de verhouding op dit moment? De verhouding is op veel punten voor verbetering vatbaar. Er worden veel verwijten onderling gemaakt. En ik vind dat vrienden die mogen elkaar verwijten maken. Hè, dat is ook alleen maar goed om elkaar de waarheid te zeggen en dat niet te verbloemen. Maar er moet ook gekeken worden naar wat er dan daadwerkelijk aan de hand is. Een aantal grote strijdpunten van vandaag. Hè, dat is bijvoorbeeld de relatie met Iran. Ja. Hoe dat verder moet. China met het 5G-aanleg en dan de Huawei. Die Chinese onderneming die van spionage verdacht door de Amerikanen. En Rusland met die Nord Stream 2-pijpleiding. Dat is ook wel een groot punt. Ja, nou kennen we Trump natuurlijk van zijn Twitterverkeer. Ja. En vlak voordat hij landde in Groot-Brittannië, zei hij dat de Britten eigenlijk weg moeten lopen van de onderhandelingstafel. Van de Brexit. En gewoon hun eigen koers moeten varen. Is dat de verhoudingen ten goede? Als ik zie wat voor een puinhoop, als ik het toch even heel eerlijk mag zeggen, het Lagerhuis ervan gemaakt heeft van de democratische uitspraak van het referendum wat tientallen jaren lang is voorgehouden, uiteindelijk is gehouden. Mm-hmm. Dan is de democratie, die heeft als eigenschap dat je meerderheid en een minderheid. En de meerderheid die heeft een duidelijke democratische stem uitgebracht. Ja. We verlaten de Unie. En met name de conservatieve partij die is vreemd daarmee omgegaan eigenlijk, dat het in een puinhoop is veranderd. Ja, ik snap. Ze kunnen wel wat advies gebruiken, denk ik inderdaad. Maar u schetst een land in verwarring, politiek gezien. Ja. En nu komt daar Trump. Ja. Dat maakt misschien de zaak er niet beter op. Nou, er is geen script voor een politieke loopbaan. En ook mevrouw May, die zal niet hebben verwacht dat ze nu het laatste benen zou lopen. Het is de laatste staatsbezoek. Van een buitenlandse leider. Dat klopt ook. Dus het komt op een niet zo heel makkelijk punt eigenlijk. Trump kan geen zaken doen. De Verenigd Koninkrijk ook heel weinig. Dus wat dat betreft komt het op niet zo'n handig moment. Mm. En ook niet, ja, als Trump dan zegt van ja, Boris Johnson zou een zeer goede vervanger zijn en Nigel Farage, ik heb met hem samengewerkt in het Europees Parlement voorheen, dat zou een goede onderhandelaar zijn. Ik denk dat hij in beide zaken groot gelijk heeft, maar het is de vraag of het handig is om dat ook zo te zeggen. Want het is toch not done dat een leider zich mengt in de politiek van een ander land? Dat klopt. Ja. Klopt. Hij heeft ook Meghan Markle, de vrouw van prins Harry, die heeft hij beledigd volgens sommige media. Diplomatiek gezien nou... Dat is misschien niet heel handig, maar we kennen Trump dat hij geen blad voor zijn mond neemt. En als je ziet wat hij naar zijn hoofd heeft gekregen, ook door diezelfde de Meghan, ook door de burgemeester van de... Van Londen, nota bene een Turk, hè? Meneer Kaan. Ja, dan is het wie de bal gooit, wie kaats, die moet de bal terugverwachten. Ja. Zeker. Ja, en als je dan ziet hoe die wordt aangekondigd op het vliegveld van Stansted met een mannelijk geslachtsdeel uitgemaaid in het gras. Dan denk ik van ja, wat de pot verwijt de ketel wel, dat hij ook zwart ziet hoor. Mm. Ja. Ja. De hoofdreden van de komst van Trump naar Europa is D-Day, de D-Day herdenking, aanstaande donderdag, 75 jaar geleden, D-Day. Mm-hmm. Moet een Amerikaanse president daarbij zijn? Bij zo'n herdenking? Ik zou zeer zeggen van wel, schouder aan schouder hebben ze met de Britten gevochten. En ook met het verzet en anderen. Hè, voor de bevrijding van Europa. En dat moet werkelijk herdacht en beleefd worden. Want dat is zo'n belangrijke bevrijding geweest van een totalitair stelsel. Wat in wereldwijd nog in diverse... Hè, kijk naar China bijvoorbeeld, hoe lang die al zuchten onder zo'n bewind. Het is zo'n geweldig historisch feit geweest dat we werkelijk moeten herdenken. En ons goed over de oren moeten krabbelen. Dat we dit niet nog een keer laten gebeuren.
gebeuren. Ja. Ons laten overheersen door een totalitair stelsel. Waarbij Trump iedere keer zegt, jullie investeren veel te weinig in defensie binnen Europa. En wij moeten de boontjes uit het... Of de kolen uit het vuur halen. Ja, nou, dat is een buitengewoon terecht punt waar de ambassadeur Piet Hoekstra vorige week een buitengewoon terecht punt over heeft gemaakt. Toen door meevallers in de begroting, kwam er 1,5 miljard vrij of ietsje meer. Nou, daarvan gaat 420 miljoen naar de jeugdzorg en dan al 300 miljoen per jaar twee keer. Dat is meer dan een miljard. Dan gaat er zoveel naar het klimaat, ook veel meer. En 461 miljoen in vijf jaar gaat er dan naar defensie. Terwijl Nederland samen met andere NAVO-landen in 2014 in Wales bij de transatlantische versterking van de bond heeft gezegd, we gaan weer verder werken naar de 2% van onze uitgaven, ja, van het bruto nationaal product. Maar verwacht u er bij de miljoenennota in september op Prinsjesdag er meer geld voor defensie in zal zitten? Nou, als ze woord zouden houden, zouden ze moeten doen. Ze zitten nu op 1,2-1,3%. En ze zouden naar 2% moeten. Dus nu, ik denk zo'n 8-9 miljard per jaar gaat er naar defensie. Het zou bijna moeten verdubbelen. Mm. In plaats van 460 miljoen in vijf jaar. Ja, ja. We gaan even naar Nederland. Want er is vandaag minister Pompeo, ik zei het al, van Buitenlandse Zaken aangekomen voor een Global Entrepreneurs Summit. Mm-hmm. Wat is dat voor congres? Is dat belangrijk voor Nederland? Ik denk dat dat een heel belangrijk congres is. Het is in het leven geroepen een jaar of 10 terug door Obama. Dan heeft hij toch nog wat goed gedaan. Toen met de islamitische landen zo'n summit heeft hij georganiseerd. Mm. En dat is eigenlijk een jaarlijks terugkerend event geweest. En de buitengewoon actieve en bevlogen ambassadeur Hoekstra heeft dat nu naar Europa gehaald. Ja. Dit jaar in Nederland. Maar wat is de betekenis voor Nederland dan? De betekenis is dat dit samen met Nederland en Amerika wordt georganiseerd. Die twee landen die organiseren het. En die hebben dus vanuit Nederland zijn er zo'n 200 zeer innovatieve topondernemers en denkers zijn er gekomen. Mm. En wereldwijd zo'n 2000. En die proberen oplossingen te vinden voor water, agriculture, landbouw. Ja. Van allerlei uitdagingen waar we deze tijd in staan. Omdat via zakenmensen die toch vaak hele concrete oplossingen nastreven om daar oplossingen voor te vinden. Ja, u bent er zelf ook bij deze dagen. Klopt. Kijken dan die ondernemers ook naar de politiek van een land? In dit geval naar Trump, de president van Amerika. Nou, ondernemers die zijn vaak hele praktische mensen en die zijn gericht op oplossingen. Ja. En die zijn ook gericht op een vrije markt. En een vrije markt die kan je in Amerika wel ontmoeten. Hè, en in Europa tot op zekere hoogte hè, ook. Die twee kunnen samen denk ik een heel eind komen. Ik denk dat ze minder naar die politieke verschillen kijken. Ik hoop volgende week ook in Amerika te zijn, in Washington, bij de Select USA Summit, in Washington, waar ook duizenden ondernemers wereldwijd komen. Amerika is gericht op concrete zakelijke oplossingen. Ja. Okay. Pompeo dus nu in Nederland. Trump komt niet naar Nederland, nee. Maar koning Willem-Alexander heeft hem wel uitgenodigd om misschien bij de start van 65 jaar bevrijding in Nederland daarbij te zijn. Denkt u dat dat gaat gebeuren? Ja, 31 augustus. Het is natuurlijk heel sympathiek dat de koning dat gedaan heeft. Ik sta er ook altijd achter als die ontmoetingen tot stand komen. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat Trump denkt, ik ga graag bij vrienden op de koffie. En vrienden, die staan voor elkaar. Die staan schouder aan schouder. En als ik nu dit defensiebudget zie, dan vind ik dat toch een grote tegenvaller. Ja. En ik denk dat Trump zegt, eerst leveren en dan koffie. Ja, dus wel bij de Britse koningin op de thee als vriend. Ja, en ook het komt denk ik goed uit voor zijn verkiezingscampagne. Ook een paar mooie plaatjes. Okay. Dank voor het gesprek, Henk-Jan van Schothorst van de Transatlantic Christian Council. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Hartelijk dank voor het kijken. Morgen bij Leven en Welzijn, dan zijn we er weer. Graag tot dan. Dag.